Het is het begin van een nieuwe periode, de derde. Dus een nieuwe ronde, nieuwe kansen in Venlo. Waar ook de herfst midden in de winter heeft toegeslagen. Nou ja, midden in de winter. Wedstrijd waarin ook veel optreden was van scheidsrechter Van de Graaf hier. Geeft die Telstar een vrije trap. En Ashouri is een man die in goede doen is dit seizoen. Deze vrije trap, niet zo slecht genomen. Plant op het dak van het doel. Doelman Jan de Boer van VVV hoeft daarbij niet handelend op te treden. De wedstrijd waarin VVV wat aarzelend op gang kwam, maar hier wel weg is. Dat is een hele goede vrije trap, een goede paas eigenlijk. Dat was het door het midden. En dan wordt er keurig afgewerkt. Dat is ook waar. Door Smans. De paas is van Latouwers, maar let eens op, wat een vrijheid. Smans wijst, maar er staan er eigenlijk drie man achterin bij Telstar, daar centraal. Alleen ze waren even weg op dit moment. Dat komt natuurlijk slecht uit, want Telstar aardig begonnen aan die wedstrijd. Maar ja, na een paar minuten, na een klein kwartier dus, eigenlijk volkomen onnodig op een 1-0 achterstand. Dat geeft voor VVV de ruimte om wat terug te zakken. En eruit te komen wanneer Telstar wat risico's gaat nemen. Zoals hier, weer eens de man die zojuist scoorde. De man hier aan de basis van weer een mogelijkheid. Smans. Hij schiet hem. Hij krult hem eigenlijk net voor het doel van Koeman langs. En zo blijft het 1-0 voor VVV. En houdt Telstar dus zicht op nog een leuk resultaat. Hier Ashouri, die de bal min of meer bij toeval voor de voeten krijgt. Maar dat is aan hem wel besteed, hè? Dat is aan hem wel besteed. Het is in een seizoen dat zo moeizaam verloopt voor Telstar zijn tiende treffer. En dan komt hij even applaus halen bij iedereen op de bank. Ja, het is wat gelukkig. Hij krijgt de bal tegen zich aangekopt. Maar een echte spits profiteert van elke buitenkans. Dat doet ook deze spits die dus inmiddels dus in de dubbele cijfers is beland. Dat is prettig voor Telstar dat een moeizame wedstrijd speelt, maar wel een resultaat in handen heeft. En dat ook houdt, omdat Koeman hier goed het doel verdedigt. Dat moet hij ook wel doen, want Berden was er daar vlakbij. Maar komt niet tot afwerken. VVV uitstekend gestart dit seizoen. Maar nu toch ook in een wat moeizame fase beland. Telstar verdedigt en verdedigt soms wat pittig. En dan zijn er zo links en rechts wat irritaties. Is er een gele kaart voor Kossidis. Omdat hij vond dat Sebbe Augustijns, de Belg, wat al te pittig ingreep. Kerstsfeertjes, zo nu en dan. Ja, maar al te vrolijke gezichten. Nee, toch ook weer niet bij de VVV-supporters. Want ja, tegen Telstar een laag vliegen dit seizoen. Maar 1-1, dat is niet genoeg. En dus gaan ze op zoek naar meer. Is Koeman hier weer. Degene die de meubels redt. Apau moest daar ook ingrijpen. Het schot is wel aardig, maar niet hard genoeg. En dus heeft Telstar nog steeds een resultaat in handen. Maar die goal komt hier uit. Apau, de aanvoerder, zat er weer tussen. De voorzet van Simon Jansen. De hoekschop kort genomen. VVV wel sterker en komt hier wederom op voorsprong na ruim een uur spelen. Magnus Kastrup, de Deen, 22 jaar nog maar, gehuurd van Lyngby. Al avonturen bij Dortmund achter de rug, mag hier aannemen. Er komen er twee naar hem toe. Ja, ik kan wel begrijpen dat Koeman dan boos is. Misschien ook wel een beetje boos op zichzelf, want van zo'n afstand moet je eigenlijk toch wel kunnen ingrijpen. Hier was diezelfde Kastrup in de buurt. Zijn bal draaide een metertje naast. Het regende zachtjes en dan regende het weer hard. Nu regent het echt pijpenstelen in Venlo. Wordt het veld dus ook steeds lastiger te bespelen. Is deze hoekschop, of deze voorzet moet ik zeggen, hard genoeg voor Kossidis. Kijk, zo was het weer in Venlo. Venlo waar VVV dus met 2-1 voor staat, maar de wedstrijd nog altijd niet in handen heeft. En hier wel een vrije trap krijgt. Ja, het was zo nu en dan pittig. Koswal in de ploeg gekomen, krijgt hier een gele kaart van Edwin van der Graaf. Koeman zet de muur zoals hij hem wil hebben. Het muurtje, meer is het niet. En van die afstand is Koeman de baas. Het was een aardige vrije trap van Sedlacek. Dit hier. Telstar het dichtst bij de 2-2. Vrije trap van Thomas Oudekotte.
En Achiuri er uiteraard bij betrokken. Maar je zag het. Die bal gaat net voorlangs. Er staat daar een rood puntje boven. Maar dat telt niet. Want Telstar heeft geen rode kaart ontvangen. Er was even een misverstand over. Het is nog steeds 11 tegen 11. Telstar wel met een 2 in achterstand. En het rode puntje is inmiddels weer verdwenen. Kashati is in de ploeg gekomen. Die is lang geblesseerd geweest. El Kashati, ook een aanvaller bij Telstar. En gaat dat nog wat opleveren? Dat is de grote vraag. Moet eerst wel verdedigen. Maar kan er dan na dat goede verdedigen wellicht uitkomen? Nee, bal wordt van richting veranderd. Het schot weer van Kastroep. Geen bevrijdende derde treffer, want dat zou het geweest zijn voor VVV. Maar die komt er niet in deze situatie. Telstar dat zo graag met een resultaat de winterstop ingaat, moet dan wel zorgen dat het aan die andere kant komt. En daar ziet het in deze situatie niet naar uit. Nou, lijkt me niet zoveel aan de hand hier. Maar Sierra wordt toch teruggefloten. Dan in de extra tijd. Koeman met de vrije trap. Wordt die bal weggehaald. Is het Doesburg boos. Praat daar tegen Edwin van der Graaf. En die had voor Praat al een keer een kaart gekregen. En krijgt er dan, terwijl de wedstrijd er nu op zit, nog een tweede gele kaart bij Pepijn Doesburg. Ja, hoe dom kun je zijn? Je wint met 2-1. En dan ga je lopen ohahen bij de scheidsrechter. En krijg je als beloning aan het eind. Tweede gele kaart is dus rood. Maar VVV wint wel van Telstar.